Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Kijk daar dan. Hey. Ja, dat is Daniel. Met de Luas, met kenteken. En hij heeft ook gewoon zijn Hummer bij, zo te zien. Deze Humvee eigenlijk. Hey. De Humvee. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, mooi. Een combinatie, joh. Ja. Kijk hier dan. Bekijk ze onderweg, hè? Ja, dat denk ik ook wel. Hey, kijk dan. Luas gewoon met kenteken, hè? Ja, dat is wel geniaal, hè? Dat is echt goed dat dat gelukt is. En nu is het officieel. Ja, hey, kijk joh. De papieren. Super, dankjewel. Was het lastig om een kenteken te krijgen? Ja, eerst dacht ik dat hij ouder of jonger was. Ja. Jaren 80. Dus daar had ik afspraak voor gemaakt bij de RDW. Oh ja. Toen bleek toch dat hij ouder was. Daar kwam ik vlak voor tijd pas achter in Duitsland. Op de OMA, grote Oost-Duitse meeting. En daar had ik wat nummers vergeleken met anderen. En toen kwam ik erachter dat hij 768 zou moeten zijn. Ja, ja. En toen kwam ik dus bij de RDW. Toen zeiden ze, oh ja, maar je hebt verkeerde afspraak gemaakt. Oh, dus okay. Moet je een nieuwe afspraak gaan maken. Dus toen een nieuwe afspraak gemaakt. Dus dat duurde even. En vervolgens gekeurd en helemaal voor elkaar. Zo ja, geweldig zeg. Dat is echt een leuke oldtimer zoiets hè. Heb je veel moeten aanpassen zo? Ik zie je spiegeltje erop en ja, zo. Ja, ik heb nog een zuignap binnenspiegeltje. Oh ja. Ja. Ik heb de remmetjes nog even nagekeken. Motortje een beetje afgesteld en de visiesetje in de carburateur. Ja, dat was het eigenlijk. Oh, oké. Okay. Ja, voor die leeftijd goddels hoeft het niet. Ah, dus ruitensproeier hoef je ook niet te hebben. Nee, spiegel moest je wel hebben. Dus ik heb even een provisorische spiegel eraan gemaakt en een zuignap binnenspiegel die ik in de auto ligt. Perfect toch? Ja, en ik wil je liever niet in zo'n auto natuurlijk. Ja. En ik had de wielen even gewisseld. Want deze die zijn niet goed meer. Ah, er moeten scheurtjes in. Ja. Ja. Dus, ja. En ze hebben dit als 3-zitsplaatsen en ze hebben dat als 1-zitplaats. Maar deze wouden ze niet op kenteken zetten omdat ze smaller zijn als 40 centimeter. Ah, okay. Dus dan geldt dat niet als zitplaats. Ah, oké. Okay. Nou ja. Maar dus hij heeft nu eigenlijk officieel 3 zitplaatsen. 4. 4? Achter is 3 en dat is 1, dus heb je 4 persoons. Oh, nou ja, dat is geweldig toch? Wat een leuk ding hè. Hey, zullen we eerst even een bakje koffie doen? Ja, lekker even gereden. Dan gaan we hem dadelijk lossen. Ja, en deze straks even bekijken hè, maar daar moeten we ook even tijd voor nemen, want het is toch een bijzonder ding hè. Zo zijn er volgens mij niet veel in Nederland, denk ik. Dit is de enigste in Europa volgepanzerd in particulier bezit. Niet normaal, joh. Wat weegt die? 5,5 ton. Ik heb je C1 erbij moeten halen? Ja, in ieder geval, ja. Wat een drie ding, zeg. En hij heeft HR++++++ glas. Ja, ik zie het al. Zo. Het is toch niet normaal? Zo, hier joh. Goh. En komt hij nog een beetje van zijn plek zo? Ja, dat... Ja, toch? Ja, hij is nog steeds snel, dus... Hij is wel een goede kaarttrekker zo, hé. Zeker, die voel je niet. Nee, dat snap ik. Zo joh, hier moet kijken. Niet normaal, hè. Dit zullen we open doen ook zelfs. Zeker. Oh, hier met die rolletjes. Dan kun je het voelen hoe dik het is. Ja, echt niet normaal, joh. 8 centimeter glas. Oh ja, dat schiet zo niet erin. Normaal. Oh, er staat ook een. Het is ook nog zelfs, want hier staat dat dit de bedreigingskant is eigenlijk. Dus even moet naar buiten zitten. Dat glas is ook nog op een speciale manier gehard dan waarschijnlijk. Ja, je hebt een aantal lagen glas en dan aan de binnenkant zit een laag kunststof voor de doorspatter. Oh, voor de splatter, ja dat is zeker. Ja. Oh, dat ook allemaal. Ja. Oké, laten we straks even nauwkeuriger kijken. Eerst even een bakje koffie drinken. Nou, hey, we gaan hem eraf rijden. Een spannend losgooien. Ja, ik heb het losse eindje hier een beetje vastgeknoopt. Kijk, dat staat boven het kop gemaakt. Oh ja. Zeker wel. Wow.
kantje zo spannend, ja. Over het, over het bijladen onderweg. Daar heb ik ook nog een mooie dingen voor leren, ja. Nou, kunnen we daar nog even naar kijken. Nou, moet je al... Kijk. Ah! Ja. Dat duurt het een beetje. Die ging de eerste keer altijd ook daar vanzelf aan. Ja, weet je waarom? Nee. Iemand heeft het massadraadje van de toeter hier regelrecht aan het stuurknop vastgestoord. Oh. En de toeter zelf, die haperde een beetje. Dus daarom af en toe als je op een hobbel ging, dan in één keer deed de toeter het en dan bleef hij aan, omdat hij constant verbonden was. Ja, 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 dus ik heb dan ja. Sleepcontact hier weer gemaakt en dan werkt hij weer. Ja, mooi hoor. Wat een tof ding, hè. Nou kunnen we gewoon echt iets mee doen ook. Nou kunnen we gewoon echt mee toe rijden. Dat is leuk. En ik heb nog een bakje met spulletjes. Oh joh, ja. Ik zal hem uitzetten. Leuk, hè? Ja. De boutje een beetje geïsoleerd gemaakt. Ik weet niet hoe het oorspronkelijk vast zat, maar ja. Goed toch? Zoiets moest het wezen. En het werkt, dus daarom, stoel hebben vastgezet. Ja, ja, ja. Mooi. Rubbertje vond ik nog. Moest je natuurlijk stroef wezen. Dus ja. Ja, perfect zo. Hij zegt weer, al de kleine dingetjes die nog open stonden, ja, stoelt ze inderdaad vast. Maar het viel eigenlijk wel mee dan toch? Ja. Ja. Mooi hoor. Ja, en dat laden heeft... Ja, inderdaad. Want de bijladen, dat is dat was dus de spanningsregelaar. Ja. Ja, dat is het blokje wat hier zo. Ja, ja. In deze kastjes zitten reletjes, schakelaartjes. En die waren geoxideerd. En daardoor regelde die hem niet. Nee. Dus dat heb ik gemaakt. De toeter zelf heb ik uit elkaar gehaald, schoongemaakt, want daarom deed hij het ook slecht. Ik heb het relais van de startmotor nog los gehad, er zat ook allemaal roeststof weer in. Ja, dat was op een gegeven moment dat hij klikte en dat hij het toch niet deed. Hè? Het vacuümslangetje van de ontsteking lag eraf, maar ook dat tuutje hier zo in de inlaat zat verstopt. Oh, ja, dus, dat werkte hij ook niet. Dat werkte ook dat niet. Maakte het niet uit dat hij eraf lag, alleen dan werkte de vervroeging niet. Ja. Dus dat gemaakt, andere bougiekabels erop. Over de laadstroom, doen we nog wel heel even binnenkijken. Ik heb daar ook nog een laadstroomvraagstuk liggen. Ja. Dus, maar misschien moet ik er even wat in gooien, want dat is van de voorremmen. Ja, oh, enigszins belangrijk. Ja. Deze, de massieve pen, die is van de voorrem. En die met een veertje, dat is de regelaar voor achter. Oké. Ja, want hij heeft echt twee remslindertjes daar. Ja. Achteruit en dam zetten? Ja, hij rijdt hem maar uit. Dan zet ik kijken. Tja, vorige keer ermee was. Met die Humvee was hij al imposant, maar nu slaat hij helemaal nergens meer op eigenlijk.
Dit is wel de maximale uitvoering dit. Ja. Deze heeft nog zwaardere veren, nog zwaardere steekassen. Ja, dat moet ook wel zo, joh. Die andere die had 12 bout splitvelgen, deze heeft 24 bout splitvelgen. Hé, hey, kijk eens aan. De volgrond is ook, dit steekt ook veel verder uit allemaal. Dit is een Humvee met een turbo en die hebben een grotere radiateur. Oh joh, die radiateur ligt, ik dacht van er zit misschien zit er lamellen in of zo dat er gepanzerd is, maar die radiateur ligt gewoon echt op die net. Ja, hier, maar eens erin kijken, hier, zie je dat? Ligt echt tot achter het gaas zo, zo groot. Wat een radiateur joh, die loopt gewoon tot hier. Als je aan de andere kant haakje los doet, kun je even aan de kant kijken. Ja. Ben je ook tillen? Ja. Oh, hij gaat, ik denk hij gaat dat tegen. Ja, hij staat eronder. Zo ja. Kijk dan joh. En die bovenste is echt oliekoeler. Ja, dit is dus bakkoeler, stuurkoeler. En daaronder heb je de gewone radiateur. Ja. En dit is een 6,5 liter turbo diesel. 6,5? Ja. Oh. Was die andere... 6,2. Ja, dat wou ik zeggen, ja. Maar deze heeft ook een turbo nog. Deze heeft ook nog een turbo. Is dat bi-turbo of heeft hij een hele grote turbo ergens zitten? Eén turbo ligt daar achterin onder het dashboard. Oh joh, ja. 200 ampère dynamo. Nou, dat is een bakbeest ook, die dynamo. Maar het is natuurlijk heel de extra gewicht. Dan heb je wel wat extra pk's nodig ook. Ja, zeker. Hier ook. Oh, er zit ook van, het... Nee, het is aluminium. Alleen is dit aluminium wat ertussen zit? Ja, het is alleen een oude plaat die een beetje rottigheid had. Oh! Dus met stralen is dat wat geraald. Ja. Nee, ik dacht dat het zo'n spalarmer was of zo. Nee, die heb je ook. Voor die Humvees dan heb je zeg maar staal met een soort geperste Kevlar-achtig iets. Ja, zo'n vezel ding. Dus eigenlijk om te zorgen dat die staalsplinters niet naar binnen springen. Maar wat zit hier? Kijk wat er kaasvet op zit, joh. Nee, ze hebben alle... connectors hebben ze ingesmeerd met kit tegen roest. Oh? Oh? Dat heb ik zo nog nooit gezien, joh. Dan blijft het langer goed. Dat is gewoon kit, echt siliconen kit gewoon. Ja. Oh? Wordt dat vaker gedaan? Dat heb ik echt nog nooit gezien. Ja, zo komen ze allemaal uit Amerika. Serieus? Ja. Oh, dat is... Ja, het ziet er erg gebeun uit, maar... Ja, maar dat is slim. Als je dit los wil draaien, snij je gewoon die kit eraf en je trekt die kit eraf en je draait zo los. Het is helemaal nieuw eronder. Is dat waar? Dat is simpel en slim. Dat is echt... Dat heb ik zo... Nou, opgedikken. Dat moest je bij die schepen ook doen destijds. Toen met die ankelier en zo zat ook altijd te toppen met corrosie en zo. Op zo'n manier kan je het wel heel simpel oplossen eigenlijk. Ik zie er van die draadjes doorheen zitten, ja. Zo, dik joh. Dat is wel wat. Nou, niet bang te zijn voor steenslag. Daar komen geen scheuren in. Nee, de deuren was niet te vinden. Ramen heb ik wel gevonden op internet. En de raamkooien. En de deur. Allemaal uit Amerika natuurlijk, want deze hier helemaal niet. Zo, hier joh. Hoe dik is dit? Ja, dat zijn natuurlijk geen centimeter. Ja, dat is een centimeter, maar een half kwart inch. Ja. En die rare maten. Ja, natuurlijk genoeg Engelse sleutels. Ja, nu wel, ja. Ja, ja als alles zo is, dan... hier. Koepeltje erin. Die kan elektrisch draaien. Ja, als je nou hier achter op de auto klimt. Ja. En in dat bakje gaat zitten, dan zal ik hem even activeren. Even kijken. Als je in het bakje gaat staan. In het bakje gaat staan. Ja, zo. En met die joystick, dan kan die draaien. Dan kan hem gewoon draaien. Hier, joh. Haha, is dat waar. Echt hè? Heb je dit al? Je hebt de partijen onderdelen uit Amerika gehaald, daar word ik bang van. Denk ik. Ja, dat is wel even een zoektochtje geweest. Ja, inderdaad. Ja, je hebt toen gaandeweg al hier en daar wat foto's doorgestuurd van het project, maar nou is het eigenlijk klaar dan. Zo. En nu? Wat ga je nou doen? Ga je nou weer een andere zoeken? Nou ja, deze komt misschien wel te koop, ja. Zo. Dus als er nou kijkers zijn die zitten te kijken en die denken, dat heb ik echt nodig. Want in die buurt waar ik woon, dat is echt gewoon niet veilig. Nou, dan heb je gewoon deze auto nodig. Ja. Hoppatee. En dan moeten ze maar naar jou een mailtje sturen, dan hoor ik het wel. Dat is goed, ik stuur ze er wel door. Maar dit is
Kan je een richtprijs geven? Dan dat filteren we alvast even, want dit is natuurlijk best wel... Dit, ja, 150.000 euro. Ja. Maar het is een super zeldzaam ding, zoiets. Er is geen tweede van hier in Europa. Ja. Dus, Eigenlijk als je met een Humvee aankomt, is het al wel redelijk bruut natuurlijk. Ja. Maar als je met deze aankomt, als iedereen een Humvee heeft, dan ben je nog steeds de bruutste eigenlijk. Zo. Wat een ding, joh. Wat een project is dit ook geweest. En wil je ook een Humvee, maar... Gewoon een basic uitvoering, dan kun je bij Thijs Trading in Geesteren kun je een Humvee exporteren of importeren. Ja, het zijn wel mooie dingen. Je hebt ook best wel, die eerste zijn best wel oud, die kun je wel als oldtimer rijden denk ik. Ja. Nou, dat is diesel hè? Ja, dat is diesel. Ja. Ja. Maar ja, deze kan je wel, maar deze is voor jou nou helemaal niet zo duur, want het is natuurlijk een vrachtwagen nu. Dit is nu een vrachtwagen, ja. Dus, Zo. Hier zit ook allemaal die bepansering aan de binnenkant nog en bij de tunnel. Oh ja, natuurlijk, want de bodem is ook helemaal natuurlijk beschermd. Ja. Voor als je ergens overheen rijdt. Hij heeft helemaal een vlakke ja? bodem bijna. Nou. Hier. Maar dit is gewoon aluminium. Oh. Het is geen staal. Is ja. Standaard. Hij is gewoon helemaal, hij klopt helemaal. Ja. Hoe heb je al die informatie gevonden? Want dat is volgens mij ook, het is toch een beetje... Op internet zijn er volledige beschrijvingen, handboeken, alles is te vinden. Van elk onderdeeltje, boutje, moertje is te vinden. Nou, dat is dan wel fijn inderdaad. Ik zou zeggen, ik kan me voorstellen dat het allemaal niet zo openbaar is, maar toch wel dan. Ja, alles is op internet toch goed te vinden. En tot wanneer zijn ze zo gebruikt? Want ze hebben hebben zij andere voertuigen hè, in Amerika? Ja. Vrij recent. Volgens mij sommige landen kunnen ze nog nieuw bestellen volgens mij. Of het is nu net gestopt met de productie, maar dat weet ik niet heel precies. Oké. Fuck, dit stickers ook allemaal. Ziezo. Did you read the quick reference guide? Warning, this armored vehicle will roll over. Slow down. Dat zijn wel de dingen, hij is wel echt helemaal compleet hè. Alles zit erin, radio, koffertjes ook, hier die munitiekoffertjes. Is dat een brandbus systeem wat hier zit? Ja. Oh ja, inderdaad, daar zit een nozzle. Oh, dat zit gewoon voor de hele ruimte hier binnen. En hier. Aan de stijlen, hier aan de binnenkant, zitten sensors om dat te activeren, zeg maar. Hierzo. Ja, hij werkt niet meer. Maar je hebt hem afgekoppeld voor de veiligheid. Ja, je wil niet dat... Ja, kijk, daar zit een blussysteem. Zo, maar dan spuit hij gewoon alles in één keer nat. Ja. Het zit hier ook op... daar zitten rubbers. Wat zijn die... Daar zit het dak mee vast. Het dak zit echt op rubbers ook. Ja. Oh, dat is voor het geweer natuurlijk. Is dat daarvoor? Dat hij die schokken van de terugslag wat opvangt of zo? Ja, kan ook. En de torsie in het hele voertuig natuurlijk een beetje op te vangen. Ja. Nu wil je vast wel een stukje rijden natuurlijk. Ja, laten we even een stukje rijden. Ha, wat. Moet je kijken. Dat was bij die andere, kon je eigenlijk al niet een gesprek voeren. maar nu is het helemaal dichtgebouwd. Zo. Ja, het is helemaal volgebouwd. Inderdaad, joh. God, niet normaal ook. Die grendels ook. Ik wil een ding naar boven hier. Er komt nog een grendelkast, die heb ik nog niet. Ja, ik wou net zeggen, voor nu is het even zo. Ja. Het is nog even tijdelijk, zie ik. Ja, dit is even tijdelijk. Ja. Er komt hier nog een grendelkast en heb je hier een klink, maar dat is nog in de maak. Ja, want dit heb je dus zelf gemaakt. Ja. Ja. Ja, joh, dus heb je getekend, laten snijden. Ja. Ik heb in Amerika maten opgenomen van de originele deuren. Oh, dit ben je dan in Amerika gegaan om te kijken. Ik ben twee keer in Amerika geweest om alles op te zoeken en na te meten. En Wat zijn de reacties dan? Want als jullie zo hebben, want jullie gaan... Er zijn dus af en toe Humvee-meetings. Ik zie je nooit rijden eigenlijk. Maar er zijn er dus meer. Heb je wel bekijks met deze. Zeker, natuurlijk. Zeker. Ik ben ook op de American Sunday geweest in Zandvoort. Daar heb ik erg veel bekijkt. Ja, en terecht. De hele dag kinderen in de koepel te draaien. Ja. Maar deze zijn nog dikker, want dit zijn twee platen. Ja, dit is 12 mm staal en 10 mm aluminium op elkaar. Oh, hier kun je een beetje de dikte zien trouwens. Kijk, daar. Ik hoef geen dubbel staal te hebben, maar ik moest wel aan die dikte komen weer voor de scharnierblokken. Ja. Oh, origineel is eigenlijk dubbel staal. Ja. Origineel is het wel deze dikte, maar dan is het wel dubbel staal. Zeg maar. Precies. Ja, daar heb je dat hier ook nog platen.
Ja, ze hebben toch een beetje gewicht eraf geslipt. Ja. Niet ja. helemaal origineel dan. Maar ja, deze zijn ook zelf gemaakt dan weer. Dus dat is een wijze keuze, denk ik. En er zijn nog zwaardere uitvoeringen als deze. Die hebben nog een inch aluminium hier nog weer bovenop liggen en bij de deuren. Dus die zijn nog dikker en nog zwaarder. Wat kan die tegenhouden? Gewoon kleine vuurwapens. Dus, ja. En de ramen zal ergens, denk ik, tegen punt 50 gaan zitten. Punt 50? Dan heb je het over 12 mm? Ja, wat is het? Ja, die 12,7, eigenlijk net zo'n douchka eigenlijk. Ja. Dat is al een aardig kaliber. Hé, hier. Ja, dat formaat dus. Dus dat is punt 50. Ah joh. Ja, daar zit je ongeveer wel. Dat is net een beetje zelfs van die toeske. 12,7 mm is dat. Ja, dat is natuurlijk, want punt 50, dat is een halve inch eigenlijk, hè, dan. Ja. Dit is de gunner sheet. Oh joh, oh, ik zit te kijken. Ik denk, ja, ik heb geen idee. Maar, De gunner sheet die komt hier. En als de gunner het niet meer doet, ja. kunnen we hem neer laten vallen. Oh, ja inderdaad, joh, zo'n quick release. Oh, is dat waar? Ja, of als de bestuurder in één keer iets ziet en zegt, nou, het is beter dat jij met je hoofd naar binnen gaat zitten. Dan trekt hij gewoon aan die ding en dan valt hij gewoon zo naar beneden. Hey, laten we even een stukje rijden dan. Ik doe even het hek dicht, dan slingert hem aan. Dan rijden we een rondje. Om die achterklep open te doen. Ja. Oh, ik zat ook even te denken, misschien de grond kon zitten, dat je achter net iets omhoog kon douwen. Nee, dat is ook wel even interessant. Ik stond net hierin te kijken. Ik denk, wat zit hierin? Er zit gewoon nog een radiateur. Van de airco. Zit er gewoon in. Ja, de temperatuur is niet te hard als je binnen zit. Dat geloof ik. Vooral niet in de woestijn. Die Amerikanen hebben ook altijd ruzie ergens in de woestijn. Hey. Oh, losgetild. Oh. Ik ga hem draaien. Erg, hè? Ik zie al schroefjes. Ik ga het even voelen. Of... ja, losgetrild. En wat vind je van mijn benzineklepje? Dat is dit. Ja. Nou kijk. Ja, dan een grote klep. Daar moet er veel benzine in ook natuurlijk wel. Oh, diesel, ja. Ja. IP, dat is IP-waarde. Dat is, JP, dat is jet fuel. Oh, jet. Oh. Jet propellant. Oh, ik dacht IP. Ik denk het gaat over een... Hij heeft zijn eigen IP-adres. Ja. Ja, een paar slagen los en dan kun je hem los doen. Ah, oké. Okay. Ja, het is waterdicht allemaal, hè. Ja. Dan kun je hem eruit. Nou, daarom dacht ik een IP-waarde. Ik denk, maar dat is bij elektrische apparaten normaal. Oh ja, allemaal, hij drukt gewoon het rubber in elkaar. Ja. Dat is wel een handig systeem, hè. Andere achterwand kun je erin zetten en dan kun je er nog zo'n slantback van maken. Dus zo'n achterkant. Een naam moeten laten maken. Oh, want ook dat is niet meer te koop. Nee, ja, joh, hier. Of niet, gewoon echt rollen waar je normaal een hele schuurdeur op laat rusten. Ja, hier. Ja, dan moet ik meer gewicht aan dat natuurlijk. Het waren echt gewoon getrokken ijzerdraadjes. En wat was dit ook weer, zei je? Dat is de antenne van de satelliet navigatie. Ja. Nou, ga maar zitten, dan gaan we rijden. Oh, mag ik hem? Ja, maar ik heb mijn vrachtwagenrijbewijs niet meer, hè? Je hebt hem toch net verlengd? Ja, nee, ik heb hem nog niet verlengd, jongen. Nee, rijd jij maar. Ik rijd met jou mee. Is goed. Nee, daarvoor heb ik mijn haar laten knippen, hè. Pasfoto's maken. Ik ga hem verlengen, natuurlijk. Dus. Ja, ik ook mee, hè? Ik zandbaan rijden. Ja, dat is goed. Hij kan naar rechts gaan. Zo. Nou, moet je voor de gein eens een keer de voorraam aanraken en dan naar de ruitenwisser kijken. Dan heb je een idee hoe dik het is. Hoe dik het is inderdaad. Ja. Dat gewicht maakt het ook vrij comfortabel natuurlijk. Geweldig.
binnen. Ja, het is heel groot, maar toch heb je geen ruimte. Nee, inderdaad, die tunnel is echt zonder breed. Wat zit er allemaal in die tunnel nog in? Nou, die motor ligt verder achter. Ja, de motor die ligt natuurlijk hier zo onder dat radiodek nog. Ja. De automaatbak heb je erachter. Ja. En dan zit er aan die kant zit de brandstoftank. En aan deze kant zit de auto. Zit in de tunnel ook. Ja, dat is zeker, maar heel plat. En de differentiële, het hele chassis, alles zit in die tunnel. Ja, dat klopt. Ja, want dat is helemaal laag gebouwd. Dat is echt een vlakke bodem. En dan zit uit de grond. Ja. Je zit niet op het chassis, je zit ernaast. Ja. Dus naast de chassis wel. De hydraulisch wordt die aangestuurd. Oh, dat is met zo'n visco-koppeling. Maar dat kun je niet meten. Ja, het is echt met een koppelingsplaat zit erin. Wordt echt hydraulisch opdrukkend. Ja, de geluid waar je nou hoort is de koolvin. Dan kun je straks het beste naar links. Die heb je nog op hier, denk ik. Klopt wel. Ja, dat is hetzelfde probleem als wat jij hebt met de 60. Soms moet je wat verkopen om weer wat nieuws te kunnen kopen. Precies, ja. Je wilt ook wel een beetje bezig blijven. Straks weer naar rechts. Ja, het is denk ik en plek in en het is gewoon kapitaal. Ja. Als je het ding verkoopt, heb je weer budget om iets nieuws te kopen. Ja. Turbogeluidje, vet hè. Een ruik ding, man. Ja. Naar beneden mooi mooi project ook dit, zeg. Zo. Kluisdeuren. Ja, echt, hè. Ik daar zal even een filmpje van maken, dat is grappig. Hier. Zo. Degelijk. Kluisdeur. Bots. Zo. Hou er maar geen vingers tussen. Nee, dat helemaal hier met die naadloze. Is dat nog een lashing point? Ja, dat is als eigenlijk als je de deuren niet meer open kan krijgen, zou je een ander voertuig aan kunnen doen. Open, wegrijden en dan rop je gewoon de deur eruit. Om de deur eraf trek oog. Ja. Zo, is dat waar? Ja, want de scharnieren die zijn niet barre dik, zeg maar. Nee, maar de meeste belasting komt natuurlijk van buiten naar binnen eigenlijk. Het is niet bedoeld om de belasting vanuit binnen naar buiten tegen te houden eigenlijk. Zo, ja, laten we hier nog eens even wat aan gaan doen. Even kijken, wat doe je Daniel? Blijf je even? Ik kan nog wel even rondkijken, anders dan gaan we zo weer rijden. Het is altijd eigenlijk zelf, rijden, hè? Want dat wel. Voor de dikke, 200 kilometer hè? Ja, bijna. Dat is de moeite. Ja, dit hier, ik had al verteld, dit is eigenlijk de dynamo van T55. Het is gelijkstroom dynamo. En gisteren, ik ben benieuwd, want dat is altijd leuk, want dan ben ik zoiets uit elkaar aan te halen. En dan ga ik vervolgens niks opzoeken. Hey, nieuwe lagertjes. Ga ik niks opzoeken over de werking en dan een beetje brilleneren hoe het waarschijnlijk zou werken. Had ik bedacht dat deze aansluitingen misschien wel niet per se nodig zou zijn, maar ze zitten er niet voor de grap op. Die zijn wel degelijk nodig. Deze gaan namelijk naar de spanningsregelaar. De spanningsregelaar die zorgt eigenlijk dat het de laadstroom dat die niet belachelijk hoog wordt. Dat hij eigenlijk binnen de perken blijft. Dat is eigenlijk wat hij doet. Doet hij schijnbaar door deze spoelen hier in en uit te schakelen, heel snel achter elkaar. Een spoel werkt een beetje als een soort van buffer eigenlijk. Dus het is als je daar die spanning afhaalt, is dat magnetisch veld niet in één keer weg. Maar dat zwakt eigenlijk af en als je hem dan weer aanzet, dan zwelt hij weer aan. En op die manier door die heel snel te schakelen, kun je dat magnetisch veld eigenlijk een soort van regelen. Dus dat doet die spanningsregelaar en dat doet dat doet hij dus met een aantal transistoren. Die zitten er dus in dat blok waar wij dus nou niet hebben. Maar goed, ik had het schema van die andere. Zo. Het schema
Ja, dit is dus het schema van die wisselstroomgenerator. Hier zien we dus die diodes, die dus eentje van kapot was. Hier zitten nog meer diodes. En wat we hier zien, kijk, dat zijn dus van die transistoren die daar zitten. Doet precies hetzelfde. Die zorgt inderdaad dus ook dat die, die spanning gewoon constant is. En ik heb ook gezien dat het grote voordeel is van een alternator, een wisselstroomgenerator boven een gelijkstroomgenerator, dus een dynamo. Het grote voordeel is dat die minder toertal afhankelijk is. Dat is ook een dingetje. Oké, dit ding kunnen we in ieder geval schoonmaken en in elkaar gaan zetten weer. Nieuwe lagertjes erbij. En een paar koolborsteltjes moet ik zien te repareren. Ja, dit allemaal goed schoonmaken. Lagertje vervangen ook. Nou, die hadden we al schoongemaakt. Je kunt deze in ieder geval in elkaar zetten. En anders deze denk ik goed. Misschien wel leuk, maar we kunnen deze testen door er spanning op te zetten. Moet ik even kijken waar we precies allemaal spanning op moeten zetten. Maar deze kun je gewoon als een elektromotor aansluiten. Dus als je dan 24 volt opzet, dan zou die gewoon moeten gaan draaien. Dan weet je dat die goed is. Kun je meteen kijken of de koolborstels allemaal goed zijn. Dus of die niet overdreven gaan vonken. Nou ja, ben ik niet zo bang voor, want ja, dit is allemaal opgepoetst. De koolborstels kunnen we mooi schoonmaken. De veentjes, alles gangbaar. Want dat is natuurlijk, ja, die koolborstels is wel een dingetje die kunnen blijven hangen en zo. Dat is overigens ook een heel groot voordeel van een alternator boven een dynamo. Dus wisselstroom boven gelijkstroom. Is het ontbreken van de koolborstels. We hebben natuurlijk wel twee sleepringcontacten in die wisselstroom dynamo. Die slijten wel, maar dat zijn echt hele kleine pielige koolborsteltjes eigenlijk. Het gaat minder vermogen doorheen ook. Die komen van de spanningsregelaar en volgens mij regelt hij de ankerspanning daarbij. En bij deze is het eigenlijk de stator. Dan zie je dat die kooi hier omheen zit. Oké. Tja. Dat dus. Ik kan deze alles wel even in de spoelbak spoelen. Ja, als jij die wil spoelen. Ja. Aha. Ja, pas op hoor, nou breng ik alles. Ja, heel goed. Bankschroef zetten. Dat zal beter zijn.
busje wat in de kering zit. Klopt. Wat dit voor harde zooi is, dat gaat er niet uit met de. Oh joh. Dat is keiharde aangekoekte. Inderdaad, ja. Ja, dan ben ik hier ook aan het afborstelen ook. Dit is allemaal wel. Ja, dit is ook van die Thai chap. Ja, dat wil er niet af. Dan moet je echt even. Je moet alleen kijken dat de oppervlakken ten opzichte van elkaar goed elektrisch contact hebben. Dit is wel weer mooi schoon nou. Ja, dat ziet er goed uit daar. Hey, die zit aan deze kant gewoon met je clip. Heb ik toevallig een nieuwe lager. Past dat door daar langs? Ja. Dan hoeven we aan die andere, dan kunnen we gewoon die clip eruit halen. En dan kunnen we hem langs deze kant het lager eruit halen. Het busje zat aan deze kant of aan de andere kant? Die zat aan deze kant. Oké, okay. Nee, want die lag op een gegeven moment los, maar ik dacht wel dat hij aan die kant zat. Ja, maar dan hoeven we deel die borg hier allemaal niet los te halen. Het is woensdagmiddag, hè? Kinderen zijn vrij. Ik ga maar die rare geluiden. Dan weten jullie in ieder geval wat dat is, oké? Hey, Miel. Hey, aangenaam. Ja. Ruud. Ik heb hem meegenomen. Daar is hij, de Fiesta. Ja. Dat is een sportieve wagen. Ja. Kijk hier dan. Ah. Maar het is een CVT, hè? Ja. Zwart NL-vlakje. Als je me niet daar komt. Oeh, maar vormen is niet. Je hebt er wel werk op gemaakt. Ja, ik heb er wel werk van gemaakt. Wat vind ik? En nou met pijn in het hart. De handrem. Okay. Handrem werkte niet goed genoeg. Ja. Dit is wel tof. Ja, Ruud, want deze auto jij doneert hem eigenlijk voor de nutteloze experimenten. Ja. Gewoon voor de lol, doe er maar mee wat je wil. BMW M-Power. Ja, die... Variomatic. Ja, echt zo'n Variomatic. Meestal is een automaat, dan heb je eigenlijk een aantal van die planetaire tandwielstelsels. En dan met koppelingen en rembanden en zo kunnen ze dan verschillende verhoudingen maken. En zo gaat hij eigenlijk schakelen met een koppelomvormer. Maar deze, die heeft dus echt een riem. Eigenlijk een duwband. En die riem, dat is echt een stalen riem. Het zijn allemaal segmentjes. En het bijzondere is dat die niet trekkend is, wordt gebruikt, maar duwend. Het is echt een duwband. Ja, het rijdt best lekker. Als hij werkt. Hoezo werkt hij soms niet? Hij werkt goed, maar als je hem van de neutraal in de drive zet, ja? Dan wil hij ontzettend hard naar voren trekken. Zo hard dat hij zelfs afslaat. Oh, oké joh. Zeker als hij koud is in de winter. De riem is de vrijloop. Of die band die erin zit. Die heeft ook de vrijloop gewoon. Ja, als die poelies uit elkaar staan, dan loopt hij gewoon vrij. Oh, en echt? Hij drukt gewoon die poelies aan en dan... Serieus, daar zit verder niks. Het is niet dat hij... Ja, dat zou wel kunnen ook. Hij staat altijd in de juiste versnelling. Ja. Ja. Het toerental blijft constant, maar de snelheid loopt op. Ja, dat is eigenlijk is perfect, hè? Want je zit altijd in het juiste toerental. Dus je hebt altijd het meeste koppel. Yes. Er zit een soort van omvorming achter iets nog in de bak zitten, maar dat weet ik niet zeker. Ja, dat had ik bedacht. Maar ik wist, ik weet er niks van eigenlijk. Ik weet alleen dat die band zo werkt. Dat er van die segmentjes zijn. Ja. Ja, toch? Uiteindelijk wel. Ja, je hebt nu een gratis BMW. Ja, inderdaad. BMW. Maar... Om! Hey! Yes. Hij is nu warm, dus nu valt het mee. Oh ja. Hey! Motorboot. Ja, dit is grappig hier. Nou, gewoon. Ik hou de gas nou gewoon constant. En dan... Het is goed als je nou. De hele tijd 2000 toeren, maar we zijn wel aan het versnellen. Zie je dat? Ik hou de hele tijd de toeren tellen naar 2000 en ondertussen... Hier. Echt een motorboot, hè? Het is net een boot, zo. Eigenaardig, joh. Als je wil afremmen op de motor, kan je hem in de L zetten. Dan forceert hij het toerental omhoog. Oh. En dan ga je afremmen op de motor. Hé, ja. Als je in de bergen rijdt. Ja. Maar dan moet je eigenlijk dan, als je die steeds gebruikt, dan kun je wel je remmen sparen, zeg.
Ja, klopt. Deze auto heeft iets heel eigenaardigs. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hij heeft een toerbegrenzer op 4000 toeren. Oh. Dus als je mensen neutraal zet, vol gas, gaat hij gewoon niet hoger dan 4000. Dat is oké, okay, maar als je nou doortrekt, kan hij dan wel verder? Nee, ook niet. Nou, dat is dus raar, hè. Als je nu vol gas zou geven, dan wil hij dus wel klimmen in de toeren. Maar bij 4000 gaat hij dan haperen. Oké, okay, joh. Dus je kunt niet, dus je kunt eigenlijk niet langdurig vol gas. Variomaat. Ja, ik ben benieuwd, want we gaan hem natuurlijk wel uit elkaar halen straks, die variomaat. Terwijl eens precies kijken hoe die dan werkt. Dat zou ik wel leuk vinden om te zien. Ja, ja, nou ik ook, want we hadden op school hadden wij zo'n opengewerkt ding staan. Tenminste, waar je eigenlijk alleen een bandje kon zien, maar de rest eigenlijk niet. Want er zit natuurlijk best wel een hele regel ding aan ook. Oh, ik ga op die kant op. Dan gaan wij op die kant op. Hier. Ja. Het is echt. Ja, je hoort hem helemaal niet schakelen. Hè? Wat gek is dat, joh. Normale automaten hoor je wel overschakelen en zo, maar deze is gewoon constant. Het is heel relaxed eigenlijk. Ja. Ja, en ik dacht dat het een heel slijtagegevoelig systeem was, maar ik was net al aan het vertellen dat ik een keer met iemand heb meegereden. Die had een auto, er stond bijna een miljoen op de teller en er zat zo'n variomaat onder. Dus ik zei ook voor dan, hè, is die bak al vaker gereviseerd dan? Dat is ineens nog nooit. Wow. Was gewoon nog, die had gewoon bijna een miljoen kilometers gereden. Ja, hij was er helemaal klaar voor om een miljoen te halen, want dan ging hij namelijk dat merk ging hij dan benaderen. Alleen daar heeft hij helaas nooit gehaald, want echt bij 950.000 of zo had hij die auto op zijn dak gegooid. Dat is die auto kapot, ja, ja. En dat is achteruit. Hoe hard kan hij achteruit? Ik heb een keer denk 50, 60 achteruit gereden. Oh. Maar dan moet je goed de stuur vasthouden, want hij wilde omslaan, dus ik zat al bijna in de berm. Ja, dan is hij heel zenuwachtig. En achteruit rent hij ook niet zo goed als vooruit. Nee, dat klopt. Ja, die gewichtsverdeling is eigenlijk daar niet goed. Dan zijn die remmen eigenlijk net verkeerd om eigenlijk. Die doet ook. Dan hoor je dat hij nog rijdt. Ja, ja, nee, maar je hoort ook dat hij wat de motor precies doet al doet. Ik ben benieuwd, is dat ook zuiniger, zo'n variomaat, weet je dat? Ik heb op YouTube een filmpje daarvan gezien en daar beweerden ze dat hij even zuinig is als de handverschakelde bak. Ja, ja. Op de snelweg wel. Okay. Dat je misschien toch een beetje meer wrijving hebt of zo, dat je een beetje. Ja, verlies het eigenlijk, maar doordat je altijd op het juiste toerental zit, win je het weer terug misschien. Ja, exact. Je kan in het juiste, in het optimale toerental zitten, continu eigenlijk. En die L, dat is echt, dat kun je afremmen op de motor, maar dat is ook wel voor in de sneeuw en zo misschien. Ja, zeker. Dus, als we daarin rijden, dan kan hij niet zo hard eigenlijk, dan schakelt hij niet op of weinig of zo. Forceert hij dus die versnellingsbak om het toerental altijd hoog te houden. Oké, okay. Als ik hem daar nou inzet, dan. Dat is eigenlijk ook als je met een kar moet trekken, eigenlijk. Zo. Dus nu ook als je weinig gas geeft, gaat hij gewoon heel hoog toeren. Ja, inderdaad. Oh, dat is gewoon net. Precies. Oh, maar toch kun je ook wel weer doorrijden. Ja. Ja. Maar dan kan ik ook gewoon naar drive gaan, natuurlijk zo. Ja. Ja, uiteraard, want dat er net ook teruggeschakeld. Ja. Boot om te horen, de geluid. Ja. Er staat ook een beetje hoogstationair, denk ik. Zou die valse lucht trekken? Nee, van valt wel mee. Dat doet hij gewoon als je hem in. Oh. Zie je, slaat hij bijna af. Ja. Nou joh, ja, hartstikke bedankt hoor. Graag gedaan. Ja, een mooie wagen. Ik vind, je hebt er wel werk van gemaakt. Welk circuit staat erop? Is dat de Nürburgring of zo? Ja, de Nürburgring en daar is hij ook geweest. Echt waar? Ja. Dat is logootje ook.
Ook het NL daar, die sticker met logo. Ja, tof. Maar vooral omdat het zo'n CVT is. Daar heb ik echt al... Ik hoopte altijd dat er een keer zo'n auto zou komen. Omdat ik benieuwd was naar die automaat. Ik heb er nog nooit zelf mee gereden ook. En nou kunnen we natuurlijk gaan kijken wat die allemaal kan. Hè. Daar ben ik wel benieuwd. Dus ik zou alvast zeggen... heb jij nou goede, nutteloze experimenten met zo'n automatenbak... Dan zet het vooral eventjes nu in de comments natuurlijk, hè? Jazeker. Had jij er al over nagedacht? Ik denk dat je wel hard achteruit kan rijden mee. Ja, dat denk ik dat we dat ook moeten gaan proberen. En kijk wat er gebeurt als je hem in zijn achteruit zet als je 100 rijdt, bijvoorbeeld. Wat er dan gebeurt. Dan kun je nog meer allemaal doen. Je kunt ook, op zich de olie is niet zo heel spannend bij dat ding. Dus je kunt er iets anders in doen, maar dat zijn van die kegels die naar elkaar toe bewegen en van elkaar af. Waar die band eigenlijk tussen loopt. En heel die besturing daarvan is natuurlijk hydraulisch. Dat zal hij ook wel met de toerental doen. Maar ik ben ook benieuwd hoe dat die inderdaad tussen de motor en de bak hoe dat zit. Of dat daar een speciaal soort van koppeling tussen zit ofzo. Of dat daar gewoon... direct aan elkaar zit. We kunnen natuurlijk dadelijk gewoon even op internet kijken en dan weten we het, maar we kunnen natuurlijk ook gewoon uit elkaar halen en zien. Hè? Dat is altijd interessant natuurlijk. Hey, mooi. Hey, laten we eventjes een bakje koffie doen en ik zal even zorgen dat die wordt afgemeld ook. Ja, is goed. Top. Ja. Wat transport gaat kosten. Dus ja, dan, precies. Ja. Dan hebben we misschien binnenkort ook een rupsvoertuig. Rupsvoertuig. Dus, ja, vet. Ja. Ja. Ja, Daniel, die gaat misschien wel een 432 kopen, een FV. Ja. Ja. Dus manschappen-panzervoertuig is een beetje hetzelfde als een BNP. Engels eigenlijk, toch? Ja, FV is Engels. En dan, want dat wist ik helemaal niet. Je hebt daar dieselversies van, maar die heeft dus twee krukassen en dan tegenovergestelde zuiger zo. Ja, dat is echt een tweetak diesel met dubbele krukassen en de zuigers staan naar elkaar toe. Ja, want ik hoorde van die Chieftains hadden ook die motoren. Daar zijn wel behoorlijk problemen mee. Maar die FV's, tenminste die 432, die zijn wel degelijk, geloof ik. Dus ja, daar heb ik nooit van gehoord dat die motoren slecht waren. Ik heb er geen probleem over gehoord. Nee. Dus, ze gaan wel kapot, maar ik weet niet wat er aan kapot gaat. Ai. Ja. Nou, laten we hopen dat hij niet achterkomt. Ah ja, Daniel, zou ik zeggen, hartstikke bedankt. Zeker. En we spreken elkaar nog. Komt goed. Helemaal top. Bedankt. Ai, ai. Ik loop wel even mee nog. Ja. Nog even een paar dingetjes doen. We hebben vandaag best wel een drukke dag gehad natuurlijk met een aantal bezoekers. Maar wel heel tof ook natuurlijk. Hè? En de Lua's terug natuurlijk. En ook een auto voor nutteloze experimenten. Ook leuk. Maar laten we nog even verder kijken naar deze. Eens even zien of we hem wat verder in elkaar kunnen zetten nog vandaag. Zal nog wel lukken toch? Ik had bedacht om hem vooral niet in de verf te gaan zetten nou. Want dat zorgt eigenlijk alleen maar voor dat we slecht elektrisch contact krijgen overal. En dat moeten we nou net niet hebben. Dus ik dacht, we gaan deze nog even spoelen en schoonmaken. En dan kunnen we hem eigenlijk gewoon al heel ver terug in elkaar zetten. Dan kunnen die twee deksels er eigenlijk op met het anker er weer terug in. De rotor, anker. Oh, ja, rotor, anker. Boeiend, maakt niet uit. In ieder geval het ding wat er binnen is. Oké, mooi. Laten we deze even uitspoelen ook. Zo. Zo.
Oké, dan ga ik eerst even die pasvlakjes een beetje opschuren. We zorgen dat al die onderdelen goed contact maken dadelijk. Zuiver is, er nog niet te veel roest op. Maar ja, dat wisten wij eigenlijk al wel, want hij draaide best wel soepel rond. Dit kan ooit als aanroest en dan kan die rotor er tegenaan lopen. Zo. Dit lager, dat moeten we nog even vervangen. Ik heb een nieuwe. Kunnen we erin zetten. Volgens mij als we hier die clip loshalen, kunnen we het lager langs deze kant eruit halen. Dan hoeven we ook niet heel die borging hier allemaal los te maken. Dus dat is een goede zaak. Jep, jep, jep. Zo. Hoop ik dat ik de goede lagers heb besteld. Vrij aan allebei de kanten. Vervelend. Moeten we nou daar toch die boutjes allemaal gaan losmaken dan, omdat die clip niet wil. Naar je clip. Hij zit er in die groef, hè? Echt muurvast in die groef. Heel vervelend. Nou, kom. Ja. God, okay. Misschien is het gewoon een beetje. Zo. Duren. Het is altijd jammer dat dan een klusje wat eigenlijk in één klikje klaar moet zijn, dat het dan vervolgens gewoon veel te lang duurt. Hè? Hier. Hij wil niet. Het lijkt wel dat hij. Ja. Als die clip het niet doet, dan moeten we toch gewoon aan deze kant dit helemaal open schroeven. En opnieuw borgen. Dan ben ik bang dat we dat gewoon gaan doen, want deze kon er gewoon niet uit. Hij zit echt gewoon klemvast in die groef daar. Vermoedelijk omdat het, ik denk dat het een beetje een tolerantieprobleempje is wat we hier hebben. Ik denk dat die met een beetje voorspanning zit gemonteerd, omdat eigenlijk die ruimte gewoon te klein is. Hij zit er gewoon tegenaan geschroefd. Of zit er een deuk in het blik hier? Nee, ook niet. Dat is het niet. Oké, dat is jammer, maar dan moet dit toch los. Kijk, borgdraad eruit, die zullen ze nou niet meer in de weg. Het was 9, hè? Ja, het is 9. Waar is de sleutel 9? Een beetje zo schoon krijgen. Zo gaat het er wel af, maar goed. Ja.
Kijk. Kijk eens aan. Dat is hem, het lager. Nou, het goede nieuws is in ieder geval dat lager op gewoon knijpen vast zit. Die wil er echt nog niet uit. Dus dat, die was er toch niet langs die kant zomaar uitgekomen. Nou, zo goed dat we die eruit halen. Ik denk dat we hem gewoon voorzichtig een beetje warm moeten stoken en dan valt hij er zo uit. Dan is het gewoon een kwestie van eruit kloppen. Oké, nou, dit wordt leuk. Want als we hem hier gewoon voorzichtig een beetje verwarmen, hoeft niet eens heel veel te zijn, dan komt de lager er redelijk makkelijk uit. Want het is namelijk een aluminium huis, dus dat zet flink uit. Dit gaan we trouwens eerst nog even proberen voor we het gaan verwarmen. Ik heb hier een dop, die past hier echt precies door de stofkering. En zo, denk ik dat wij hem er zo uit kloppen, zonder moeite. Denk ik. Oké. Gaan we hier kijken. Easy peasy. Lemon squeezy. Dag lager. Hey. Dat is zo'n vet plaat. Zo. Zie je, nou pak ik hem zo weer uit. Zie je? Die zat gewoon strak vast tegen dat lager. Nou zit hij ook helemaal in de groef. Dat is beter. Oh, een mooi nieuw lager. Zou dezelfde moeten zijn, tenminste, dezelfde maat. Ja. Ik heb er eentje gekozen met een stoflip erin. Dit was gewoon een open lager. Stoflip is fijn, dan blijft het vet gewoon goed erin zitten en die is gewoon mooi volgesmeerd. Dus dit is, dat is goed zo. Beetje vet erop. Oké. Hop. Goed. Dan moet ik een tikje verder eigenlijk, hè? Oh, hij kan niet verder. Dit is het. Nou, perfect. Oké. Nou. Oh, goed dan. Nou. Oké. Heel perfect. Ik pak borgdraad erbij en dan kan ik hem vastzetten. Ik
pak er nog geen borgdraad bij. Want het zou best wel eens kunnen dat die het lager nog niet zo lekker over die as wil. Dan is het wel handig als we daar nog wel bij kunnen. Dan kan ik hem open schroef als het moet. Ja, boy. Ah, dat wordt me zo goed gemarkeerd, maar je wil niet nodig, hè. Deze zat hier en die zat daar. Zo. Dat is hem. Ja. Maar eerst even die vettige bouten schoonmaken die daar liggen, want die moeten erop komen. Dat kan zo niet, hè. Zo, vind ze lekker. Goed, we gaan hem in elkaar zetten dit. Yes. Zo. Oké. Okay. Een rateltje. Zo. Hotsiekiekie. Zo. Dat is goed. Oké, nou mooi. We gaan er gewoon vanuit dat dit goed is, toch? Dus dan kunnen we hier meteen die schroeven daarin zetten. Nu komen we dus op het moment dat je niet bij je blij van wordt. Hier kan ik niet tegen. Hier is één korte en een aantal lange. Ja. Maakt volgens mij niet veel uit waar ze zitten. Dus. Oh, wacht even. Die moeten nog niet vast, die moeten de koolborsteltjes weer tussen straks. Zo. Oké. Okay. Ja, goed. Dan moeten we nou kijken of we daar of we die rotor hierin krijgen. Goed. Kijken of dat hij dat wil. Er zat nog een buisje. Nou ja, dat moet hier dadelijk op. Oké, okay. Goed dan. Grappig trouwens. Hoe dat er wel een spie in, in die ventilatortjes zit, maar geen spie op de aandrijving. Ik zou zeggen van die ventilatortjes draaien toch wel mee, maar ze zullen er een reden voor gehad hebben. Laden. Moeten wij de anker in de vriezer gaan leggen om dat daarin te krijgen? Deze op het bakplaatje. Het kan, hè? We hebben een bakplaatje ervoor. Dat is natuurlijk een perspassing. Dat gaat daar zomaar niet in. Nou. Hij zit al wel klem vast, toch? In dat lager. Oké. Okay. Een beetje beschadiging gezot, dus eventjes eraf halen. Zo. Goed.
Even kijken hoe warm hij al is. Het is wel even duurder verwarmd kan eigenlijk. Nou is daar de grap dat dit lager er waarschijnlijk uitvalt uit dit aluminium. De aluminium zet namelijk meer uit. Okay. Goed, dan laten we hem erop zetten. Ik hoop dat ik dit mag hebben. Zo. Man. Kom op zeg. Ja, dat bedoel ik. Dat was hem. Goed. Ik kan opletten dat hij nou niet helemaal naar beneden zakt dadelijk, want dat kan hij ook nog wel doen. Hij had lager uitgezakt. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Perfect gelukt. Oké, nog deze uit. Haha, dat was makkelijk. Vallen zo'n dingetje, dat is een stuk. Ping, pan eraf. Dat je zo moet. Oké, okay. Ziet er goed uit. Perfect zo. Nou, die zijn volgens mij echt precies hetzelfde. Ja, zo te zien wel. Nou, hier zit dat ringetjes los, hè. Voor degene die denken dat dat anders is. Dat is gewoon hetzelfde. Oké, okay. Nou, dat is makkelijk, want dat zijn gewoon die twee deksels. Daar zit het lager tussen. Dus dat moeten we even in elkaar zetten. Dan kan dat in zijn geheel hier opgezet worden. En dan denk ik dat je eerst dat monteren en dan voorverwarmen, denk ik. Als hij er al niet vanzelf op gaat, en dan kunnen we hem gewoon in elkaar schuiven. Anders is het nog steeds dat hij niet goed is. Ja. Zetten. Zo. Ligt al een beetje onder het vetten, tenminste, niet vetten, onderspoelen met wasmiddel. Oké, okay. Nou laat maar weken. Zo, het kan het allemaal loskomen. Je kunt het morgen verder afspoelen. Dan ga ik even kijken of ik vanavond nog wat tijd over heb. Toevallig om uit te testen uit te zoeken hoe we hem precies moeten aansluiten, die dynamo. Als elektromotor. Kijken of dat dan gaat draaien. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Meer? Ja. Oh ja, moest ook nog een koolborstel repareren.
Daar moesten we ook nog naar kijken. Er zijn een paar koolborsteltjes stuk. Kijk. Zo raar dit. Hoe die isolatie daar zo zit. Ik denk dat we even goed moeten kijken welke koolborstels aan de massa liggen. Want dat is natuurlijk, er zijn er twee sets liggen gewoon vast aan de massa. En dan kunnen we daar deze erbij zetten. Die met die isolatie die een stukje is. Even kijken. Deze ligt gewoon. Ja, zie je. Kijk, dan zijn we veilig. Als we die gebruiken, deze koolborstels met die slechte isolatie erom, als we die gebruiken bij de koolborstelhouders die aan de massa liggen, dan kan het nooit sluiting maken. Denk al. Denk, controleer eventjes of dat die achterkant, waar de koolborstels in zitten, of dat die in ieder geval goed contact maakt met het huis hier. Dat heb ik al eens een keer gehad, dat was mijn startmotor. Dat ding helemaal uit elkaar gehad, als controleer, als eigenlijk werkte gewoon afzonderlijk. Vervolgens het ding gemonteerd, toen deed je het eigenlijk niet, was je heel zwak. En toen zat er gewoon oxidatie hier tussen die randen. Dan krijg je ook weerstand en dan heb je natuurlijk niet het vermogen wat je zou willen hebben. Oké, mooi. Ik denk dat we het helaas moeten gaan afsluiten. Vandaag niet heel veel verder gekomen met dit project natuurlijk. We hebben allerlei andere dingen tussendoor gehad. Ik had ook nog een bespreking ook nog erbij. En natuurlijk wat bezoekers. Maar wel mooi. Wel de Luas weer terug. Dat is leuk. Binnenkort een keer een rondje mee gaan rijden. En dan eens kijken wat ik ermee ga doen. Ik denk dat het uiteindelijk ook een project wordt wat we dan gaan verkopen. Als dat mag. Want Sharon vindt hem te leuk. Dat is een beetje het ding. Iedereen vindt die Luas altijd heel erg leuk. Het is ook een leuk ding. Sharon wil hem voor de kinderen. Om naar school te brengen, volgens mij. Ja, dat dacht ik wel, ja. Nou ja, tja, we kunnen er dadelijk mee naar de voetbal. Zo, Mart gaat voetballen, dus moet ik hem daar naartoe brengen. Dan kunnen we met het ding rijden. Dat is leuk, toch? Ja. Ja, goed. Ja, en natuurlijk die Ford Fiesta met de CVT. Dat wordt ook leuk. Ja, helemaal goed. Hé, hey, mensen, ik moet echt gaan afsluiten. Dus, nog één ding. One more thing. Ik zag in de comments bij de video dat we vertelden dat we de type 69 weg zouden gaan doen. Een heleboel mensen die bezorgd waren, zeiden, oh, maar dat is nou net het grote project. En er zit zoveel werk in. En hij is nog niet klaar. En dan moet je geen zorgen maken, want we gaan hem sowieso niet weg doen voordat hij klaar is. Hij moet gewoon eerst klaar zijn. En als hij klaar is, dan kan hij weg. Er zeiden ook al mensen, ja, waarom doe je dan niet die T55 weg? Of die BNP? Kijk. Het is zo, de BNP is sowieso nog niet klaar. Die 55 die doet het, dat is wel een leuk ding. Kunnen we af en toe een keer iets geks mee doen. Het ding heeft totaal geen historische waarde. Het is een bergingsvoertuig, die zijn altijd een stuk minder gewild dan gevechtsuitvoeringen. Maar zo eentje, die kost echt een fractie van de waarde van deze. Dus dat is eigenlijk het hele punt. Als we die ISU willen, dan moeten we toch budget vrij gaan maken. En dan moeten we toch iets opruimen waar we toch best wel wat geld kunnen verdienen. En dat is dan wel deze natuurlijk. Zodoende. Ja, die BNP wegdoen zou natuurlijk helemaal nergens op slaan. Want kijk hier dan. Dat is echt een project tot en met. Het ding ligt helemaal uit elkaar. En bovendien hebben we daar binnenkort een brandstofpomp voor. Dus dat is, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Dat ding dat moet echt super fijn rijden. Ik heb daar dingen over gehoord. Die zijn echt wel ruig. 65 km per uur, hè, dat gekke ding. Dus dat is, daar ben ik erg benieuwd naar als hij het straks doet. Dus die gaat ook echt niet weg voordat hij gaat rijden natuurlijk. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Ja, en deze, als hij eenmaal klaar is, wat moeten we er dan mee doen? Dat is een beetje de vraag. Hij staat alleen maar hier. Het is alleen maar een groot risico. Als we straks brand hebben of zo, weet ik veel. Kan natuurlijk gebeuren. Hè? Dan staat het ding hier en dan is het in één keer weer niks meer waard. Dan is het gewoon klaar. En voor de rest, we kunnen er een keer een soort klein evenementje omheen organiseren of zo. Of in ieder geval ergens een keer aan het publiek nog laten zien. Dat iedereen een keer de kans heeft om het ding nog een keer in het echt te zien. Maar daarna dan zou het veel beter op zijn plek zijn ergens in een museum of zo. Denk ik dan. Of echt bij een verzamelaar misschien. Dus ja, zodoende. Dus daarom, ja, dit project is klaar. Als het project klaar is, dan tenminste, is het nog niet klaar. Maar als hij klaar is,
dan moeten we hem toch opruimen. En gewoon plek maken voor nieuwe dingen. Dat is vet. Daar maken we video's van. Van het maken van dit soort dingen. En niet het afstoffen ervan elke week. Zeg maar. Want ja, meer doen we er dan ook niet meer mee. Toch? Ja, toch? Niet dan? Oké, dat wil ik even gezegd hebben. En zou ik zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.